Hoe vind je het gaan? Hoe vind ik het gaan? Goed. Ja. Ja, wat vind je van het programma, van de dirigent? Ja, hartstikke leuk. Ja, oké, had je helemaal een stuk al eerder gespeeld? Nee, maar het is wel, het was wel die tango wat we gaan doen met Van Vivier, dat is wel wat ik al heel erg lang wil. Dus dat is... Kijk, hoe vind je het orkest spelen? Hoe is het allemaal om... Het gaat steeds beter. In het begin heb je altijd zoiets van, oh jee, gaat het wel goed komen. Maar... Jij bent aanvoerder van het Britten Ensemble? Ja. Is dat de eerste keer dat je aanvoert? Hoe vind je dat om aan te voeren? Ik vind het heel spannend. En soms is het leuk. Als je goed bent voorbereid, dan is het leuk. En wat vind je er precies leuk aan? Nou, je kunt... Ten eerste is natuurlijk de voice. Ja, ik weet het wel, maar het moet je weer vast Nou, als je hele sterke ideeën hebt over hoe je een stuk wil, dan kun je dat ook wel een beetje proberen over te brengen. Gewoon door een soort enthousiasme. Dat is wel leuk. Nou, volgende week ben je ook een weekje bij ons. Ja. Wat ga je dan doen? Vertel eens. Beethoven, 4e symfonie. Ma Mère l'Oye van Ravel. Oliver Nasen, vioolconcert. Ja. Dat is het volgens mij. Ja. Oké. Dankjewel. Goed. Jo. Beautiful. Perfectie. Dat is wat. Doe je die in één opsteek? Tam, tam, There's a singer who's doing if she hears this behind her, she will totally do that. Don't do that. 2 for 60. 2 for 60. 1.